But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Goedemiddag, het is vandaag 1 oktober en ik zit hier in Brummen. Ik ben Roland Solser van onder andere het Inmarktproject, een project van Stichting de Ark Zutphen. En in het kader daarvan heb ik een gesprek met Erik van de familie Kastelein, die zich inmiddels tot soeverein of vrij mens heeft verklaard. Een onderwerp wat op het internet al veel besproken is in bepaalde kringen. U kunt over dit onderwerp ook veel vinden, bij YouTube onder andere. En daarom hebben we besloten om niet al te veel in te gaan op de technische details van het juridische verhaal. Maar willen we vandaag vooral kijken naar wat het nou in het persoonlijke leven van iemand betekent. Om vrij mens te worden in die zin, juridisch. Erik, een eerste vraag aan jou. Misschien kun je iets over jezelf vertellen en hoe je op dit pad gekomen bent. Ja, ik heb mij van jongs af aan eigenlijk verbaasd dat mensen macht hebben over andere mensen en zeggenschap. En me afgevraagd in hoeverre dat klopte en waar dat op gebaseerd was. En dat is eigenlijk de basis waaruit ik hierin geïnteresseerd ben geraakt. De achtergrond van macht hebben is natuurlijk dat er ergens in de mens iets is. Aan de ene kant wat zegt, we zijn allemaal gelijk. Tenminste, ik neem aan dat je dat gevoel. Ja, dat oergevoel. Dat oergevoel heb jij. Ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus we zijn allemaal even gelijkwaardig sowieso. Ja. We zijn natuurlijk niet gelijk in de zin dat we precies hetzelfde zijn. Daar heb ik het niet over. Maar we zijn wel gelijkwaardig. En toch worden we, zo lijkt het, niet allemaal gelijkwaardig. Nou, haast geboren. Zo lijkt het wel. Ja, in de huidige maatschappij is het zeker zo dat we niet gelijkwaardig geboren worden. En dat er ook functies zijn waarin je veel meer zeggenschap hebt dan in andere functies. Maar we worden wel gelijkwaardig geboren, maar we worden niet als zodanig gelijkwaardig behandeld. Ik zei ook in deze maatschappij. Ja. En ik vind dat we als mensen inderdaad gelijkwaardig geboren worden, maar wordt niet doorgevoerd door het hele leven heen. Ja. Nou, vertelde je dus dat je geïntrigeerd werd al in je jeugd, zeg maar, door het verschijnsel van macht. Ja. En het macht hebben over anderen en waarop dat gebaseerd is eigenlijk. Ja. Dat heeft je dus blijkbaar doen besluiten op een gegeven moment om je in de gang van je leven, dat je daar steeds kritischer over werd, want anders had je deze stap niet genomen. Dat klopt. Ik heb me heel erg verbaasd over de gang van zaken die je hier ziet. Dat er bijvoorbeeld heel veel schade aan het milieu gebeurt, terwijl heel veel individuen dat niet willen. En toch worden die besluiten genomen. Er zijn regels die schijnbaar alleen maar om de regels zijn. Waar regels belangrijker lijken dan het menselijk belang. En in dat soort situaties merk ik dat ik stijgerde, dat ik daar weerstand tegen voelde. Vanuit mijn diepste wezen. En om daar een verwoording voor te vinden, is een van de redenen dat ik dit pad opgegaan ben. Ja. Misschien kun je ook iets vertellen over hoe jij er dan in aanraking mee kwam? Ja, ik heb heel veel informatie gezocht op internet. En ook in gesprek met mensen die ik dan ken, die in dezelfde lijn denken. En zodoende ben ik onder andere via Robert Menard uit Canada, die een van de eerste mensen was die zich tot vrij mens, free man on the land, heeft verklaard. Vervolgens ben ik een aantal mensen hier in Nederland tegengekomen die daarmee bezig waren. Luc van Dinter bijvoorbeeld. En op internet heb ik dan een hoop informatie opgedaan en ontdekt dat er gelijkgestemden zijn. En zodoende ben ik ook in deze stroming van vrije mens terechtgekomen. Erik, ik begrijp dat je dus ook als jong mens
wel tegen een autoriteitsconflict kon aanlopen. Kun je wat voorbeelden geven op school of in de opvoeding of in wat je gebeurde in je leven? Ik heb daar niet direct een heel concreet voorbeeld van. Het is wel zo dat leraren die heel erg op het hoort zo, dus het moet zo. Ja, dan kreeg ik zo de kriebels dat ik daar tegenin ging en ook liet zien dat het op een andere manier kon. Dus de vraag is bij jou ook altijd geweest als klein kind, wat je heel veel bij jonge kinderen hoort natuurlijk, van ja, maar waarom? Die vraag? Ja, en ik... Heel vaak voelde ik ook als het voor mij niet klopte. Ik had één leraar die heel erg stug was in het moet zo omdat ik het zeg. En omdat ik het zeg is dit de enige manier. Ja, dat werkte bijna bij mij niet. Nee. Ik liet automatisch zien dat er ook een andere manier was. En kun je een voorbeeld geven bijvoorbeeld van een leraar die je wel aansprak? Er zijn leraren die proberen de kracht van een kind naar buiten te laten komen. En die zijn nieuwsgierig naar hoe dat naar buiten gaat komen, zonder vooraf bedacht te hebben dat het op een bepaalde manier moet. En dat past mij veel beter. Dat is een moment waarop ik mij kan ontwikkelen. Dat je ook de ruimte krijgt. Ja, dan krijg ik de ruimte om te laten zien wat er zich groeit. En de vrijheid voelt. Dus als je ook de ruimte krijgt, dan voel je een zekere vrijheid om jezelf te zijn en te mogen zijn. Ja, en daar gaat het denk ik ook om, uiteindelijk in die stap die je gemaakt hebt, want je hebt die stap gemaakt om je soeverein te gaan verklaren of als vrij mens te gaan verklaren. Je hebt dat hele proces doorlopen. Ja, dat klopt. Wat veel mensen vragen, en als ik het met ze erover heb, is van ja, maar zijn dat dan van die mensen die zich overal buiten plaatsen? En als ze dan geen werk hebben, moeten ze zeker waarschijnlijk wel een uitkering van diezelfde samenleving waar ze zich tegen afzetten. Weet je, dat soort opmerkingen. Ik ken die houding. Houding. Ik zie het zelf veel meer als betrokkenheid. Ik besef dat ik deel ben van een samenleving en ik vind ook dat ik verantwoordelijk ben voor een gezonde samenleving. Zorg dragen voor elkaar, dat vind ik een hele goede zaak. Dus het is niet zo dat ik alleen maar de voordelen wil hebben en alle dingen die mij nadelig schijnen aan de kant of afwijs. Ik vind het heel goed dat wij zorg dragen voor elkaar, dat we een aantal dingen gezamenlijk geregeld hebben. Maar heel veel zaken die waar dat naartoe gegroeid is in de loop der jaren, zijn ook heel veel zaken die niet meer kloppen. Mm-hmm. En die afbreuk doen aan het geheel. We gaan op een manier met het milieu om, die kan totaal niet. Dus we zijn op een onnatuurlijke of soms onmenselijke manier verstrikt geraakt in onze regelgeving, in onze wetgeving. Ja. En in veel meer zaken waar je ook niet de keuze meer hebt. Want daar gaat het natuurlijk om. Je moet mee met het grote systeem. Ja. Het voor mij sprekend voorbeeld is geweest dat je geen keuze kunt maken voor alternatieve geneeskunde of alternatieve geneesmiddelen. Dat wordt niet vergoed door je zorgverzekering. Terwijl je daar wel je hele leven voor betaald hebt. En als je dat dan een keer echt nodig hebt, in mijn geval heb ik dat mijn hele leven niet nodig gehad, maar ook wel een keer, dan blijkt dat gewoon niet vergoed te worden. En dat is natuurlijk heel vreemd, want het is mijn geld wat ik investeer in een fonds. Ja. En daarin heb ik niet de vrijheid om te kiezen voor een wezenlijk andere benadering van gezondheidszorg, namelijk de alternatieve geneeskunde. Ook niet voor datgene wat jij wil. Nee. De keuze is, de verantwoordelijkheid is uitbesteed aan een ander. En de overheid die bepaalt wat jij zou willen, of waar je recht op hebt. Ja, die zegt gewoon dat en dat kan wel en dat kan niet. Ja, uiteraard vanwege de macht van de farmaceutische industrie en hoe dat allemaal historisch zich heeft ontwikkeld. Ja. Maar juist dat soort dingen in de materialistische samenleving waar we nu in leven, daarvan zei je van, daar wil ik mij niet meer mee identificeren. Met die manier van doen en zijn. Ja, je ziet ook dat heel veel vrije mensen zich verenigd hebben in een alternatief voor de huidige zorgverzekering. In Duitsland is dat al veel verder ontwikkeld, maar hier in Nederland, het is een soort, de vrije mens is ook een groep mensen met overeenkomstige ideeën. En daarin vind je heel veel mensen die graag een gezondheids,
verzekering willen die gericht is op gezond zijn en gezond blijven. Ja. En met z'n allen ook daarin investeren. Daar wordt door iedereen een klein steentje bijgedragen, waardoor die ontwikkeling duidelijk meer draagkracht krijgt. En tegelijkertijd wordt er gekeken of we onder de huidige wetgeving van zorgverzekering uit kunnen, zonder allemaal op een hele zware strijd uit te lopen. Ja. Want op het moment dat je zorgverzekering niet betaalt, dan krijg je echt de overheid achter je broek aan die een dikke boete oplegt en dat je knap moeilijk maakt. In ieder geval, ja. Ja. En het is natuurlijk zo dat juridisch gezien je als vrije mens daar niet meer onder valt. Maar ja, tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit een groot verschil. Ja. En je bent natuurlijk een dissident in een betrekkelijk nieuwe vorm van, ja, ja, van protest, is dit, zou je, ja, kunnen zeggen. Ja. En dat is nog betrekkelijk onbekend. Zeker bij de gemiddelde, laten we zeggen, politieman. Ja. Die zal raar staan te kijken als hij mensen moet aanhouden of aanhoudt en dan te horen krijgt van ja, ik ben een vrij mens en... sommigen die betalen bijvoorbeeld geen wegenbelasting of zo, kan dat? Ja, dat klopt. Er zijn mensen die weigeren de wegenbelasting te betalen. Ja. Dat is een proces wat nog bezig is. De zaken met de overheid duren al snel meerdere jaren. Ja. Dus hoe dat uitloopt is nog niet geheel duidelijk. Maar je hebt mensen die heel duidelijk aangeven van ik vind die wegenbelasting een interessant punt om mijn weerstand tegen dit systeem te laten merken. Ja. Zoals er ook mensen zijn die bijvoorbeeld de belasting op benzine willen terugvorderen, heb ik begrepen. Ja, die heb je ook. Die juist dat punt, de accijns, wat een echte oplegging is. Je hebt natuurlijk de BTW van 21% nu die al op brandstof zit. Maar daaroverheen komt nog eens, het is bijna een euro aan oplegging of accijns die direct naar de staat gaat. En omdat de overheid weet dat heel veel mensen gewoon benzine nodig hebben om van hun huis naar hun werk te komen of naar hun familie toe te reizen. Een dikke melkkoe. Worden ze daarop uitgemolken. Ja. En ja, dat zijn allemaal plekken waar vrije mensen proberen aan te geven van ik wil mijn eigen verantwoordelijkheid dragen en overheid, doe een stap terug. Neem minder energie tot je, in feite alle opleggingen, alle belastingen en accijnsen die ze opleggen, dat kost energie van de mensen. Inwoners van Nederland moeten werken. Dat is arbeid, ja. En dat neemt die overheid op, dat vreten ze op en dat is eigenlijk onnodig. Ja, en het is zo extreem geworden, want dat is natuurlijk een van de items op het moment in de politiek ook, dat er al zoveel belasting betaald wordt, met name in Nederland. Ja. Dat mensen eigenlijk steeds harder moeten werken en dan voor hetzelfde of eigenlijk soms minder geld ook nog. Ja, maar je ziet ook een hele grote ongelijkheid en dat strijkt mij dan heel erg tegen de haren in. Een bedrijf als Google of Starbucks, dat betaalt ongeveer 0,5% belasting hier in Nederland. Ja. Als die mensen naar 20%, of die bedrijven naar 20% zouden betalen, hoeft er helemaal niks bezuinigd te worden, dan stromen de miljarden binnen. Maar nee, de mensen... De inwoners van dit land, die moeten meer betalen. En grote bedrijven, die kunnen met zogenaamd legale zaken wegkomen daarmee. Ja. En dat zijn ongelijkheden die mij heel erg tegen de borst stuiten. Ja. Oké, Erik. Jij hebt dus die hele procedure doorlopen. Je hebt een brief naar de koningin geschreven. Je hebt een brief geschreven naar de gemeente. Ook naar de provincie? Nee, niet naar de provincie. Ik kwam nog iets tegen in dat verhaal van de vrije mensen. Dat ging over dat code 7. Dat zegt jou waarschijnlijk wel wat. Ja, dat is... Dat schijnt ook los van het aanvraag voor vrije mens zijn. Kun je dat ook weer aanvragen? Ja. Wat betekent dat eigenlijk, code 7? Normaal gesproken is de inschrijving bij gemeentes is tegen betaling van geld is dat toegankelijk voor bedrijven. Bijvoorbeeld als... reclame willen sturen aan ouders of een gerichte doelgroep zoeken, kunnen ze gewoon bij de gemeente die gegevens opvragen. En wat voor gegevens gaat het dan om? Dat gaat om adresgegevens, informatie over wie waar wonen. Dus wonen er kinderen op adressen? Dat soort gegevens die dus de notering bij de burgerlijke stand, of mannen of vrouwen ergens wonen, die zijn
gewoon te koop. Die zijn te koop. Ja, daarmee worden ook mensen heel makkelijk gevonden. Deurwaarders die maken daar onder andere gebruik van. Nou is er een code 7 ontwikkeld, dat is een geheimhoudingscode. Eigenlijk ontstaan voor mensen die in de problemen zijn geraakt en bijvoorbeeld gestalkt worden, om onvindbaar te zijn. Je geeft dan bij de gemeente aan dat je niet wil dat jouw gegevens verstrekt worden. Aan wie dan ook? Aan wie dan ook. Met uitzondering van de wettelijke organen, dus de CJIB of die de bekeuringen doet of de Belastingdienst, die mag ten alle tijde dit opvragen. Ja. Maar voor overige bedrijven word je dan onvindbaar. Ja. Oh, en iedereen, vrij mens of niet, kan dus aan de gemeente vragen om een code 7 door te voeren op zijn naam. Maar eigenlijk toch heel raar dat commerciële bedrijven toegang hebben tot dat soort gegevens tegen betaling. Ja, maar in feite is de gemeente ook een commercieel bedrijf. Die staat ook ingeschreven in het handelsregister. Dat is ook een bedrijf. Ja, ook een economische eenheid. Ja. Ja, ook de overheid is een bedrijf. Ja, de staat is ook een bedrijf. Het is niet zo dat je daar een aparte status voor hebt. Je hebt twee statussen. Of een natuurlijk persoon. Daarmee bedoelen ze de juridische entiteit die over een mens heen ligt. Of je hebt een bedrijfspersoon. Dat is een rechtspersoon. Een handelsonderneming. En die handelsonderneming die heb je dus als... Of een vereniging, of een stichting. Dat zijn ook handelsondernemingen. Ja. Die worden dus niet door een mens vertegenwoordigd, maar door een groep mensen. Maar de overheid is dus gewoon een handelsonderneming. Ja. En ja, dat is toch wel een vreemde zaak. Ja. Om het verhaal van de vrije mens te snappen, voor mij is dat niet zo moeilijk geweest. Omdat ik mijn hele leven al met bewustwording, groei en spiritualiteit ook bezig hou. Is voor mij bijna een vanzelfsprekend onderwerp waar je op een gegeven moment jezelf mee moet uiteenzetten, zoals dat heet. Hè? Dus heel veel van die thema's die mensen die bezig zijn, die in dit proces staan, van vrij mens worden, die begrijp ik wel. Aan de andere kant besef ik me ook, en dat wil ik je ook even voorleggen, van ja, vrije mensen, en dan heb je twee aspecten. Je hebt die vrijheid aan de buitenkant, bijvoorbeeld de vrijheid om je uit te schrijven, zeg maar, als persoon, als onderdeel van de Nederlandse staat. Ik zeg het maar even heel simpel, hè? En dat je eigenlijk zegt tegen de koningin van, ik ben uw gelijk. Horige niet, maar ik ben een gelijk en waardig en vrij mens. Ja. En ik accepteer geen andere autoriteit, in de eerste plaats, dan die van mijzelf. Ja. Maar ik voeg mij wel naar de wetten des lands die ik redelijk vind en die ook zinvol zijn. Ja. Maar ik weiger bijvoorbeeld belasting te betalen om een JSF te kopen. Ja. Of ik weiger op een gegeven moment een deel van mijn ziekenfondspremie of mijn ziektekostenpremie af te dragen, want ik wil een groot deel van het beschikbare medicinale gebeuren wil ik toch niet afnemen. Ja. Dus daar ga ik ook niet voor betalen. Zo zou je dus, je kunt dus keuzes maken, daar gaat het om als vrij mens, waar je wel en niet aan meedoet in de maatschappij. Het vrij mensschap, dat is de wording tot vrij mens is om juridisch gelijk te hebben. Je sluit een contract met de hoogste machthebber, dat is op het moment de koning. Ik heb het nog onder de koningin gedaan. Daar sluit je een overeenkomst mee dat je gelijkwaardig bent. Volgens, dat is gebouwd op de wetten die hier in het land gelden. Gelden, ja. Die juridisch gelijk hebben, dat is één deel. Want gelijk hebben en gelijk krijgen, dat zijn duidelijk twee verschillende dingen. Doordat ik juridisch gelijk heb, kan ik ook veel beter verantwoorden waarom ik mijn eigen verantwoordelijkheid neem. Ja. En kan ik ook onderbouwen waarom ik dat doe. En op welke punten ik dat niet doe. Tegelijkertijd is het niet zo dat mijn natuurlijk persoon, dus de juridische afbeelding van de mens die ze gecreëerd hebben bij mijn geboorte, die is niet verdwenen. Nee. Ik besef mij dat ik mens ben en ik kan handelen als vrij mens. Maar de natuurlijk persoon die ze gecreëerd hebben, daar mag ik mij mee identificeren. En die is niet verdwenen, die is niet opgelost in lucht door dit proces. Ik kan ook kiezen om zaken als persoon te doen. Stel dat ik naar het buitenland ga,
Dan kan ik mij identificeren als mens met een paspoort en daaronder reizen. Ja. Zo maak ik het mezelf leefbaar. Want als ik overal in mijn recht als vrij mens wil staan, dan heb je kans dat ik heel veel strijd tegenkom en weerstand. En die energie die heb ik niet. Ik wil op een gegeven moment op vakantie. En dan wil ik even niet met mijn beslommeringen bezig zijn. Dan wil ik juist rust. En strijd met de overheden. Dan kan ik dus de keuze maken om als persoon te reizen. In Canada zijn er mensen die hebben zich geïdentificeerd met of gelegitimeerd met hun familiebijbel. En dat is daar ook werkelijk gelukt. Dat zijn dan ook vrije mensen die aangeven dat zij deel uitmaken van een familie. Dat aantonen door een familiebijbel. En dat wordt her en der geaccepteerd. Ook niet overal, ook niet altijd makkelijk. Nee. Nou, sommige mensen vinden die strijd interessant en gaan die daar aan. Gebruiken dus geen paspoort. Die gebruiken dan geen paspoort. Ja. Maar die hebben een andere manier om aan te tonen dat zij een mens uit een met herkomst zijn en wie zij zijn. Ja. En ook dat ze zich verantwoordelijk gedragen. Ja, ja, ik benadruk het nog maar eens, en daarom dat we het ook even bespreken, dat de mensen begrijpen in ieder geval dat wanneer je deze stap maakt, dat het niet zo is dat je je meteen, ja, laten we zeggen, scheidt van alle wetten des lands. Je kunt heel duidelijk kiezen van, nou, voor die zaak, bijvoorbeeld vrijheid in het onderwijs, zal de ene zich in willen zetten. Ja. Een nieuwe, hè? Een ander zal zich in willen zetten dat gelijkheid binnen het zorgstelsel van alternatieve en reguliere geneeswijzen bijvoorbeeld. En weer een ander zal zich misschien inzetten inderdaad om de defensie, laten we zeggen, mensen willen leven vanuit het principe van geen geweld gebruiken. En zijn daar bijvoorbeeld daarom tegen het vormen van een leger, althans van een leger wat vooral gericht is op gebruik maken van wapens en dergelijke. En daar kun je dus, ja, heel gericht kan je kiezen van, nou, op die onderwerpen ga ik mij sterk maken en ga ik me niet identificeren met die persoon. Dus ik betaal bijvoorbeeld geen geld voor de JSF, dat kan ik, ga ik terugvorderen van de staat. Nou ja, hoe gaat dat dan? Je kan dat terugvorderen, je kan het niet afdragen. Wat ik heel belangrijk vind daarin is dat je jezelf verantwoordt. Dat je duidelijk aan een belastingdienst vertelt waarom je welke stap neemt. Ja. Het is ook niet zo, dat is iets wat ik al tegenkom, dat mensen zeggen van ja, maar dan ga je buiten alle wetten staan. Dat is helemaal niet waar. Nee. Ik vind juist dat je je eigen verantwoordelijkheid draagt en aangeeft aan welke wetten je wel wilt voldoen. Dat zijn wetten die heel menselijk zijn. Ja. De meeste worden niet door deze regering gebezigd of opgelegd. Als je je aan het handvest van de compassie, het handvest van de aarde en wat is het, de verklaring van de rechten van de mens, van de universele mens, rechten van de mens, houdt, dan geef je al aan dat je op een hele normale manier omgaat. Weet je wel, gij zult niet stelen, gij zult niet doden, respect hebben voor anderen. Dat geef ik heel duidelijk aan dat ik dat zal doen. En dat zijn ook geen zaken waar ik vind ook niet dat je zomaar alles mag als vrij mens. Het gaat juist om verantwoordelijk zijn, je verantwoordelijk gedragen en ook de zaken delen, elkaar steunen. Ja. Maar je geeft wel aan dat zaken die ondertussen regels zijn om de regels en die bijvoorbeeld wetgeving waardoor je meewerkt aan geweld in legers of waar je grote bedrijven mee ondersteunt die schade doen aan het milieu. Die zaken die wijs je heel duidelijk af. Ja. Om de strijd hanteerbaar te maken, zijn er momenten dat ik mij als persoon identificeer. Dan laat ik dat vrij menschap dus even links liggen. En dan zeg ik, ik identificeer mij met mijn paspoort om rustig naar het buitenland te kunnen. Om, om vakantie te kunnen hebben. Ja, natuurlijk. En, dat is duidelijk. Ja, je kan maar een bepaald aantal strijden tegelijk voeren. Dus doordat je je nog steeds als mens kan, of als persoon kan identificeren, maak je het jezelf leefbaar. Ja. Nou, dus dat vrij mens zijn, die juridisch proces, soevereiniteit, claimen, je naam, ik claim mijn naam.nl, is een van die websites waar je naartoe kunt gaan om hier meer over te horen.
dat is vooral gericht op, laten we zeggen, het uiterlijk je vrij voelen en vrij zijn. Althans, je distancieren bijvoorbeeld van je persoon en daardoor ook van de, in principe van de wetten des lands. Ja. Op het ja. moment dat het jou, je zegt, nou deze strijd wil ik aangaan. Ja. He, want je kunt niet op alle manier, ja. op alle facetten van de samenleving een strijd aangaan, want dan zou je gewoon tijd tekort hebben om te leven. Ja. Je beseft je ongetwijfeld dat dat een onderdeel is van iets wat vanuit binnen, van binnenuit eigenlijk gebeurt. Ja. He? Met andere woorden, het verlangen om je vrij mens te verklaren, zo noem ik het maar even, ja. ontstaat vanuit een innerlijke, diepe, spirituele, noem ik het, behoefte om te zijn wie je bent, namelijk een vrij spiritueel wezen. Ja. We hebben een lichaam, we hebben een leven hier. Ja. Maar we zijn meer dan dat lichaam. Ja. En ook na dit leven, tenminste, althans, dat is mijn diepe levensovertuiging, ook ervaring zelfs, kan je wel zeggen. Alhoewel dat heel raar klinkt, want niemand van ons is al dood geweest, maar toch, je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Mijn diepere zielenervaring is dat wij spirituele wezens zijn. Waar ik naartoe wil, is eigenlijk van, je kunt niet, laten we zeggen, je op een uiterlijke manier vrij verklaren of soeverein, als je niet werkelijk ook dat van binnenuit meer en meer wordt. Het is ook een bewustwordingsproces. Juist. Mij bezig gaan houden met wetgeving over personen en hoe de wetgeving in elkaar zit, heeft me ook gebracht op hoe wetgeving ontstaan is. En daaruit zie ik ook positieve kanten van wetgeving. Uiteraard. Het is fijn dat we zaken gezamenlijk regelen. Ja. Toch is hier de wetgeving doorgeslagen en die regelt ondertussen bijna alles. Ja. En laat heel weinig verantwoordelijkheid over voor de mens. En vrijheid. Ja, maar verantwoordelijkheid dragen heeft heel veel met vrijheid te maken of andersom. Ja. Pas als je verantwoordelijkheid draagt, kan je vrij zijn. Ik begrijp ook dat heel veel mensen hier in Nederland totaal niet toe zijn aan vrij mensschap of vrij mens zijn, omdat ze het heerlijk vinden om gepemperd te worden. Gepemperd worden, afbakeningen door de overheid te krijgen, wat wel en niet mag. Die gedijen daar heel goed bij, die functioneren daar heel goed in. Die worden daar niet ongelukkig van als ze. Nee, die zien ook niet maar is in dat wat, zo? Wat is het dat nadeel. Zo? Nou, die zien niet in wat het nadeel is. Dat zegt niet dat dat nog kan komen. Ja, dat komt. Ik vermoed dat dat wel komt. Ja. Het is een ontwikkeling. Als kind voelde ik wel dat bepaalde zaken niet pasten bij mij en niet goed voelden, maar ik kon nog niet verwoorden. En in de loop van mijn leven heb ik geleerd hoe ik dat kan verwoorden en hoe ik dat kan onderbouwen. Ja. En daar is het vrij mensverhaal een deel van, ja. omdat ik daarmee mijn kennis heb verdiept. Ja, maar het komt voort uit die diepe innerlijke, dat innerlijke weten van zo moet het moet meer die kant op. Nou, ook, voor mezelf in ieder geval, voor jouzelf. Ik praat even over jou. Ik heb altijd beseft dat er heel veel dingen hier gebeuren die eigenlijk tegen het algemeen belang ingaan. En wat ik dan onder het algemeen belang noem is ook de gezondheid van mijn omgeving. Gezonde lucht, gezond water, gezonde natuur om me heen. Ja. Door ons huidige systeem hebben bedrijven vaak meer macht dan de personen die in dit land leven. Ja, politieke belangen. Ja, maar lobbypartijen hebben meer te zeggen dan verkiezingen in te brengen hebben. Ja. En daardoor zie je dat er heel veel schade aan de natuur is gedaan. Ja. En schade aan de leefomgeving. Ja. En ik wil graag de verantwoordelijkheid voor een gezonde natuur op mij nemen. En die ruimte ook creëren om dat te kunnen doen. En als vrij mens heb ik juridisch onderbouwd dat ik dat mag. Dan... Ja. Is de overheid het niet gelijk mee eens dat ik dat ook kan en geven ze me niet direct de ruimte ervoor. Maar ik kan wel uitleggen waarom ik doe wat ik doe. Ja, het is heel gefundeerd. Het is een fundering. Het is een fundering en ook in het juridische. Dus er werd wel eens gezegd door Steiner, de grondlegger van de antroposofie, als je de draak wil bevechten moet je het van binnenuit doen. Nou ja, het vrij mensverhaal dat maakt gebruik van de wetgeving van dit land. Precies. Om aan te geven dat je er ook van distancieren kunt. Dat je er ook van af kan zien en dat je je eigen verantwoordelijkheid kan dragen. Dat vind ik het interessante verhaal dus ervan. Ik bedoel, ik ben er eentje van de
periode van de 60e jaren, waarin dit soort ideeën ook algemeen goed waren. Vrijheid, ja, andere vormen van samenleving, ja, alternatieve vormen van samenleving op allerlei gebieden. Ja. Want toen is het natuurlijk wel begonnen allemaal in die 60e jaren, die hele beweging naar meer vrijheid. En ook het visioen van de nieuwe tijd, zeg maar, de, ja, nieuwe tijdsgedachte en alles wat daarmee samenhangt, holisme, nou, noem maar op, ja, vrede op aarde. Spiritualiteit, wat toen in het Westen eigenlijk zo goed als dood was. Nou, dat wil zeggen, het was, ja, er wel, maar nou ja, we waren allemaal in de band van de wetenschappen en dat we allemaal afstanden van de aapjes. En, ja. Tenminste, dat werd je wel voorgehouden op de middelbare scholen. Waar ik het ook al niet mee eens mee was. Maar goed, uit die tijd, in die tijd hadden we dit soort ideeën ook. Zochten we ook naar die vormen van andere vormen van leven en samenleven, ja, en die vrijheid. Maar het interessante van nu is natuurlijk dat er een aantal mensen zijn met juridische kennis van zaken die dat dus helemaal uitgezocht hebben, inderdaad, hoe we dat kunnen funderen in deze samenleving. En dat, ja, vind ik ijzersterk. Ja, het is gefundeerd in deze samenleving, ja, maar het is ook uitlegbaar. Ja. Het is vertaalbaar waarom je bepaalde stappen wel of niet wil nemen. En waarom je tegenwicht biedt aan bepaalde gangen van zaken. Ja, precies. Nou, dat het maakt het heel concreet. Het maakt het ook dat het daardoor politiek meer ingezet kan worden. Niet, want dat was natuurlijk altijd een van de bezwaren tegen ons, als tegen onze generaties. Van ja, jullie zijn te zweverig en het is te algemeen en te universeel. Ja. En nu wordt het opeens heel concreet, want nu wordt die politieman die wordt geconfronteerd met iemand. Luister eens eventjes, ik heb een ander idee daarover. En ik, u bent voor mij niet de autoriteit die dat bepaalt. Ik bepaal het nu even zelf. Ja. Want ik heb mijn soeverein verklaard. En daardoor heb ik recht op een, sowieso om dit te zeggen. En hebben jullie niet meer langer het recht om mij op basis van die oude wetgeving bijvoorbeeld aan te houden? Hoe zit dat? Nou ja, eigenlijk? Aanhouden is natuurlijk weinig tegen te doen. Want als een politieagent je tot stoppen maand en je blijft doorrijden, dan krijg je toch wel hele spectaculaire effecten. Nee, maar ik bedoel effecten. Gewoon. Dus wat er dan gebeurt als, ja, een agent je stopt, is dat, ja, je naar die man toe loopt, ja, en uitlegt wat er aan de hand is. Ja, en uitlegt, ja, dat je volgens de wetten van het land je vrijgemaakt hebt. Juist. Voor sommigen is dat moeilijk te verstaan. Ik heb zelf gehad dat ik aangehouden werd terwijl mijn kinderen in de auto zaten. Toen heb ik geprobeerd die agent uit te leggen dat ik vrij mens was. Maar daar had hij moeite mee om dat te horen en te begrijpen. En omdat ik niet de tijd had om een half uur of langer met hem in discussie te gaan, heb ik gekozen om mij te identificeren als persoon. Ja. Weliswaar onder protest en bezwaar. Ja. Zodat ik echt duidelijk aangaf van, ik doe dit alleen omdat u mij hiertoe dwingt. Ja. Maar in wezen ben ik vrij. Ja. Uiteindelijk heeft die agent zelfs excuses gemaakt. Oh. Dus dat zijn, ja, je ziet toch dat er steeds meer draagkracht is. Ja, want er zijn inmiddels, begrijp ik, toch wel meer dan 700, misschien wel 1000 mensen in Nederland die dit hebben gedaan. Er zijn zo'n 1000 mensen, vermoed ik, het precieze aantal weet ik niet, die nu tot vrij mens verklaard zijn. Ja. Dat is interessant. Hè? Die mensen vormen dus een beweging, zou je kunnen zeggen. Ja. Een beweging die al langer gaande is. We hebben de Occupy gezien, we hebben gezien, ik praat hetzelfde over 60 jaar. Er zijn zoveel van dit soort bewegingen al geweest die aangaven het moet anders. Maar gelukkig leven we nu in een tijd dat het ook echt anders moet. Want we zien om ons heen dat het hele oude systeem, het monetair, financiële, economische systeem, maar ook het rechtssysteem, eigenlijk staat te sidderen op zijn grondvesten. Ja. Omdat het niet gegrondvest is in waarheid en in liefde. Ja. Zo zeg ik het altijd. Ja. Als er iets gegrondvest is in waarheid en in liefde, dan is het echt bestand tegen de tand des tijds. Er zijn bepaalde normen en waarden die al heel oud zijn. Ja. Gij zult niet doden. Ja. Doe een ander niet wat u niet wil dat u geschiet. Doe dat ook een ander niet. Ja. Dat blijft eeuwig waar. Ja, maar dat zijn ook kernbegrippen die vrije mensen heel duidelijk erkennen. Precies. En nu is het dus zo dat het niet zoals in de 60e jaren tijd, waar het nog heel zweverig was. Leek. Ja, omdat maar het ook nog geen woorden had en geen juridisch. En nu is het ook juridisch onderbouwd. Precies, en heeft het een grondvest en is er ook een verklaring bijgekomen waarom we dit doen. Dat heeft veel meer draagkracht voor de mensen die vastzitten in dit juridisch wezen. Ja. Wat, zoals je zegt, al kraakt in zijn voegen. Ja. Ja, zo gezegd, je kunt heel concreet de draak van binnenuit bevechten. Hè? Ja. Door
je inderdaad ook juridisch te verweren. Je kunt gewoon een advocaat op een gegeven moment. Zelfs als je dan in conflict komt met de overheid, dan kun je het voor laten komen. Als het gaat om echt dingen waarvoor je zegt, nou dit wil ik helemaal tot de bodem uit laten zoeken. Ja, je komt daar heel veel moeilijke zaken tegen. Ja. Je laat er vertegenwoordigen door een advocaat. Ja. Op het moment dat je door een advocaat laat vertegenwoordigen, geef je je juridische verantwoordelijkheid aan die advocaat. Ja, 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 ja. Als vrij mens kan ik daar niet mee akkoord gaan. Nee. Maar als mens mag ik mij niet verdedigen. Maar wacht even, stel dat die advocaat ook zelf zich tot vrij mens heeft verklaard, dat zou natuurlijk makkelijker maken. Ik want dan begrijp je jouw gedachte. Of die dan nog in de orde der advocaten mag blijven zitten, want dat is toch heel moeilijk. Ja, een advocaat die kan dat enkel zijn indien die aan een geregelde orde, de orde der advocaten, voldoet. Ja. En die orde van advocaten die is niet zo enthousiast over mensen die zelf verantwoordelijkheid dragen en een heel groot deel van de wetgeving naast zich neerleggen. Ja. Dus ik denk niet dat er een advocaat is die vrij mens is. Dat is een hele moeilijke situatie. Ja, en toch zou het juist moeten kunnen. Want het is ook een advocaat of een juridisch, iemand met verstand van zaken, juridisch verstand van zaken, die dat precies kan formuleren en ook kan onderbouwen. Hier kom je ook tegen het stukje gelijk hebben en gelijk krijgen uit. Ja. Je kan wel vrij mens zijn, maar de overheid die ziet dat liever niet. Die vindt het oude, hoe het is, wel heel fijn. De macht en de zeggenschap die ze hebben, die houden ze heel strak vast. Daarin is de advocatuur geregeld en de rechtsgang geregeld. Nou, om daar dit soort veranderingen in door te voeren, ja, dan merk je toch dat het een heel stug orgaan is. Ja. Wat hier niet heel, heel snel in meegeeft. Toch zijn er hele interessante ontwikkelingen. Ja, ja zeker. Dit is echt iets interessants om te blijven volgen ook. Ja. En het heeft mijn grote sympathie, de hele idee. Omdat ik natuurlijk ook altijd bezig ben geweest met het zoeken naar hoe kun je nou concreet die maatschappij veranderen. Maar zoals gezegd, die verandering begint binnen in jezelf. Ja. Altijd. Ja. En van daaruit en vanuit jouw bewustwording kun je dan stap voor stap doorgaan. Ja. Maar het geeft je wel nu dus de gelegenheid om heel concreet je te distancieren op momenten dat jij daarvoor kiest. En je zou ook kunnen zeggen, het is onderbouwd. Iedere keer. Het is natuurlijk voor de staat heel lastig om deze mensen ook. Want ik neem aan, als er al 1000 mensen zijn die dit doen. En dus ook, die komen ook allemaal in aanraking en soms in confrontatie met justitie. Op allerlei manieren. Ja. He, omdat ze belasting niet gaan betalen bijvoorbeeld. Of omdat ze bezwaarschriften indienen. Voortdurend bezwaar. Ja. Dus de staat moet al een hele groot dossier hebben, laten we zeggen. Ja. Van al die vrije mensen, die 1000 die er dan ongeveer zijn, nemen wij even nu aan. Die bezig zijn om al die procedures in gang te brengen en gebruik te maken van hun, want dat is wel weer grappig, ze maken gebruik van hun recht als burger om bijvoorbeeld een bezwaarschrift in te dienen. Ja. En dat doen ze vervolgens om eigenlijk aan te geven waarom ze niet bepaalde aspecten van diezelfde wetgeving willen navolgen. Ja, een vrij mens die verklaart dat hij zich aan bepaalde wetgeving houdt. Ja. Wat ik al zei, het handvest van compassie, het handvest van de aarde. De overheid die heeft ook gezegd dat hij zich aan bepaalde regels en wetten houdt, namelijk de wetten van het land. Ja. Nu verschillen de wetten waar ik als vrij mens me van hou, verschillen van de wetten waar de overheid zich aan houdt. Maar in feite mag de overheid zijn wetgeving niet overschrijden. Dus een bezwaarschrift moet hij volgens zijn eigen wetgeving afhandelen. Ja. Of ik dat nou als vrij mens indien, of dat ik dat nou als persoon indien. Ja. De overheid verklaart dat hij zich aan de wet zal houden. Ja. Ik als vrij mens hou mij ook aan mijn wetten. En dat zijn die oerwetten. Die gaan om gelijkheid en om eerlijkheid.